Welkom bij Borne in Beeld. Vandaag is mijn gast Marja Zandjans van Verbonden in Licht. Zaterdag 26 oktober van 7 tot 9 s'avonds vindt het plaats. Maar wat is dat eigenlijk, Verbonden in Licht? Ja, het evenement op het, inmiddels noemen wij het een gedenkpark. Wat we jaarlijks op de laatste zaterdag van oktober organiseren met heel veel vrijwilligers. Het gedenkpark is de begraafplaats in Borne. Ja, dat heet nu omdat het zo mooi is geworden gedenkpark. Oké, ja. Maar ja, dat is de algemene begraafplaats in Borne. Ja. En daar hebben wij, organiseren wij een event. Dan is het een uitgestippelde route waar iedereen welkom is om die route te bewandelen. En die onderweg, de hele route is verlicht. En onderweg komen je diverse muzikanten tegen, mensen die gedichten voordragen. Er worden rituelen voltrokken. En na afloop is er in ieder geval een kop koffie. Kunnen mensen een kop koffie drinken als ze daar zin in hebben, of een kop thee. En dat is elk jaar. Daar zijn we heel voorzichtig mee begonnen. Maar het is voorziet waarschijnlijk in een behoefte. Want ja, heel veel mensen komen elk jaar en daar zijn we ook heel blij mee. Ja, en de insteek is dus ook dat je iemand verloren hebt die je op dat moment wil herdenken of gedenken? Ja, het is gewoon ook vaak de maand van ontmoeten. Oktober begint ook vaak wel met een soort van eenzaamheid. Het wordt rot weer. En dan zeg je van, nou, hoe mooi zou het zijn als je op deze avond, als de herfst begonnen is, dat je gewoon mensen kunt ontmoeten die ook graag hun dierbaren willen herdenken. En zodoende houden we dat elk jaar, even de Verbonden in Licht tocht. Ja. En er komen heel veel mensen naartoe. We zijn heel voorzichtig begonnen. Hoe is het ontstaan? Het is ontstaan. Wie komt er met zo'n idee? Of hoe? Ja, nou, een collega, Roefje van Rooij, die belde mij een keertje. En zij zei van, we wonen allebei in Borne. En we hebben allebei dezelfde opleiding gedaan. Spreker bij uitvaten en ritueelbegeleider. Ja? Kunnen elkaar niet ergens in ondersteunen? Nou ja, om tafel gaan zitten, kop koffie erbij. En uiteindelijk kwamen we op zoiets. Zij had vanuit de theologie alle zielen al meegemaakt. Ja. En ik had ook al eens een keer een lichtjesavond meegemaakt in het westen van het land bij mijn stagebegeleidster. En daar waren we allebei heel enthousiast over. En zo is het eigenlijk heel voorzichtig begonnen. Eigenlijk twee verschillende ideeën die dan, of meerdere ideeën die dan het Verbonden in Licht tot stand hebben gebracht. Ja, ja, en 2014 was de eerste, dus we zijn nu 10 jaar verder. Ja. Is er veel veranderd? Nou ja, we krijgen wel elke keer en meer vrijwilligers. Want we hebben de luxe dat mensen zich soms gewoon zelf aanbieden van, mag ik helpen? En je draait ook volledig op vrijwilligers? We draaien volledig op vrijwilligers. Ja. En in juni beginnen we in ieder geval al met de eerste vergadering, bijeenkomst te houden. Van, hoe gaan we dit jaar doen? Nou, je wil elk jaar iets anders brengen of iets toevoegen? Nou ja, de basis is hetzelfde. Je hebt een route, een verlichte route. En onderweg vind je culturele dingen. Muzikanten, wat ik zei, rituelen. Mensen die gedichten voordragen. En wat moet ik bij een ritueel denken? Waar moet ik aan denken? Nou, zo zijn er bijvoorbeeld bij, we hebben op het gedenkpark monument voor het ongedoopte kind. Daar hebben wij een hart. Iemand heeft daar een hart gemaakt. En mensen kunnen daar, als ze dan langskomen, een bloem. Krijgen ze een bloem mee. Kunnen een bloem in dat hart steken. Oh, ja. En zo zijn er bijvoorbeeld ook ergens, zijn er mensen die je een papieren, een soort boterhamzakjes meegeven. Dan mag je een tekst opschrijven. Dan krijg je een glazen potje met een vaccinelichtje. En dan mag je dat ergens neerzetten. Oh, en dat zo is een hele mooie ritueel. Ja, en dat doet veel met mensen, hebben we in de gaten. Ja. En dat maakt indruk op mensen. Ze vinden het fijn om te doen. En ook omdat ze fijn dat ze niet alleen zijn. En na afloop kunnen ze dan een kop koffie drinken. En dan mag gelachen worden, maar er mag ook gehuild worden. En je mag kletsen. En soms kom je bekenden tegen. Het is gewoon een, het is maar net hoe je je voelt en waar de behoefte ligt. Ja. En de doelgroep is dus wel iemand die je verloren hebt. En het maakt niet uit wie je verloren hebt of hoe lang het geleden is. Als je behoefte aan hebt, loop je gewoon mee. Iedereen kan meekomen. Ook al is je hond overleden en je hebt verdriet, kom. Maar ook heel mensen zijn gewoon nieuwsgierig. Ach. En toen het begon met, toen de eerste keer in 2014 dit evenement hebben georganiseerd, kwamen er heel veel oudere mensen. Maar je vroeg ook nog van, is er een verandering? We merken dat er gewoon heel veel gezinnen komen met jonge kinderen. Mensen zeggen van, vroeger was het ook meer, herdenken, de dood was een beetje taboe. Ja, en dat verandert een beetje. Ja. En nu vinden het mensen fijn om gewoon met het gezin, met kleine kinderen te komen. Kinderen krijgen soms ook iets.
ja, een verlichte ballon mogen ze meenemen. Ja, ja. Het wordt ook wat luchtiger gemaakt voor de kinderen. Dat is ook de bedoeling. Ja. Ja. Ja, dat het gewoon bespreekbaar is en dat je ook mag lachen en dat je ook mag huilen. En ja, ja, dat het onderdeel is eigenlijk van het leven. Ja, en jullie zegt net een vast routeur of een ritueel. Er is muziek ook altijd, ja, muzikanten uit Bonnen die het vrijwillig doen? Of ja, moet ik dat ook zien? Allemaal vrijwillig, want we hebben wel eens mensen gezegd, ja, maar dan wil ik wel graag dat ik op zijn minst de reiskosten vergoed krijg of op zijn minst toch een kleine vergoeding. We hebben gezegd, nee, we doen alleen maar met vrijwilligers. Ja. En dat gaat eigenlijk heel goed. Heel veel mensen... Ja, ook dit jaar weer, dat ze zeggen, wanneer is het ook alweer? Want dan willen we graag meedoen. De muzikanten of mensen die een gedicht voordragen. Of, ja. Dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Het is een heel fenomeen aan het worden in Bonn. Blijkbaar wel. Ja, we zijn heel voorzichtig begonnen. We moesten toen in 2014, Roefie en ik, moesten wij een evenementvergunning aanvragen bij de gemeente. En toen zeiden ze van, ja, hoeveel mensen verwachten je? Ik zei, nou ja, mijn man heeft beloofd dat hij komt een stuk of 50. Maar ik heb geen idee. Toen kwamen er al 250. Oh, geweldig. En nu is het toch gewoon 900 à 1000 mensen die gewoon die avond komen. Is het wel hanteerbaar dan? Nou ja, we hebben wel mensen die ons helpen om de boel te organiseren, ja, en te regelen. Goed, echt letterlijk te stroomlijnen. Te stroomlijnen, dat is wel nodig. Ja. En, maar daar hebben we ook gelukkig weer mensen bij. En we hebben ook bijvoorbeeld de EHBO komt. Die helpen ook ons. Ja. Mocht er wat zijn, was een keer een oude meneer die zegt, ik ben zo moe, ik kan niet meer. Nou, we hebben een rolstoel. Zeg, dan brengen we hem naar huis. En zo probeer je met z'n allen in ieder geval een mooie avond voor iedereen te maken. Ja, zijn dat iedereen ook die er niet alleen kan zijn, of er naartoe kan, maar ook er kan zijn en het volledig mee kan maken. Ja, dat proberen we wel. Ja. En welke muzici zijn er dit jaar? Heel veel. Ja, ik kan ze allemaal niet noemen, maar er zijn koren. Er zijn ook mensen, eentje mag ik te noemen, is een hele jonge vent, Kai. Die ook prachtig muziek maakt en mooi speelt. Al een keer een talentenjacht heeft gewonnen. En ik vergeet er natuurlijk weer wat. Het Bonns Kleinkoor komt. Fluitensemble, koperensemble. Echt heel veel. En ja, heel veel mensen die dit jaar weer meedoen. En daar zijn we enorm blij mee. Ja. Aquavité moet ik niet vergeten, want die hebben we van het begin al meegedaan. Ja. Dat zijn de diehards. Diehards, ja. Ja. Het is natuurlijk een bepaalde sfeer. Ik neem aan dat alle muziek wordt ook op aangepast. Nou ja, we vragen eigenlijk aan muzikanten van, jullie weten inmiddels wat het is. Verbonden inlicht, wat voor sfeer daarbij hoort. En zoek alsjeblieft zelf de muziek erbij. Oh ja. En dat gebeurt ook. En dat is eigenlijk heel passend. Ze hebben echt fantastische muziek elke keer. En ze weten precies welke muziek bij die avond hoort, vind ik. Dus dat laten we volledig aan de muzikanten over. Net zoals we ook de gedichten die mensen voordragen. Van, ja, zoek zelf gedichten uit. We hebben natuurlijk wel wat in voorraad als je even niet wat hebt. Maar dat is ook jouw ding als je dat gaat doen. Dus maak er ook jouw ding van. Ja, en degene die daarheen gaat, die weet waar het om gaat. En die wil ook een goede bijdrage leveren. Ja. Dus er komt geen hardrockband of... dus ze weten ze wel aan te passen aan het verbonden in licht op zich. Ja, want in Hebben is Halloween op dat moment. Dat is het dus niet. Dan moet je naar die avond gaan. Gedaan, gaan. Ja, dat gaat gedaan maar in. Is ook prima, maar wij hebben net iets anders. Ja, logisch. Ja. Ja. Je zegt alleen maar vrijwilligers. Er zit natuurlijk ook een kostenplaatje. Hoe wordt dit gefinancierd dan? Ja, we zijn ontzettend dankbaar. Maar toch gewoon... Eigenlijk door heel veel organisaties, verenigingen, Bonnse ondernemers. Mensen die gewoon ons financieren omdat ze zeggen, we vinden het zo mooi, mogen we iets doen? Want het is allemaal gratis, koffie is gratis. Ja, ja. Maar we hebben wel een soort collectorbus daar staan van vrije gift. Maar we hebben heel veel Bonnse ondernemers die ons helpen. Of verenigingen die zeggen, van ons mag je de koffie hebben, van ons mag je de stoelen of de praattafels hebben. Ja, wij helpen je de tenten opzetten, van allerlei dingen hebben we nodig. Geweldig. En dit jaar hebben we namelijk via de Haringparty extra veel geld gekregen. Mooi. Ook, dus daar waren we ook heel erg blij mee. Zodat we ook dingen kunnen investeren die we graag willen doen. Omdat we toch ook weer dingen willen veranderen dit jaar. En dat kost dan weer geld. Ja, verklaar maar niet wat. Daar moet degene zomaar in naartoe gaan. Hè? Ja, laten we maar kijken wat de verandering is. Maar dat is wel een verandering. Ja. Nou ja, een klein ding wel. We hebben... wel overwogen. We hadden heel veel open vuurkorven. We kregen klachten van mensen die zeiden, ik wil graag komen, maar ik ben gauw benauwd. Oh ja, jij zit met de rooklucht. Ja. Met de rooklucht. Dus daar zijn we nu een beetje aan het aanpassen. En ja, dan moet je nieuwe dingen verkopen. En daar was de bijdrage van de Bonnse Haringparty heel erg welkom. Ja, absoluut. En, maar goed, ons gaat ook niet wat andere mensen allemaal doen. Andere organisaties en ondernemers die ons overal mee helpen. Elk jaar opnieuw. En dat is echt... daar zijn we gewoon heel dankbaar voor. Ja, absoluut. Nobelschap ten top in Bonn. Ja, nou echt. Ja.
Nou, heel duidelijk. Maria, dank je wel voor dit gesprek. Want, graag gedaan. Ja, je leest het altijd in de krant, maar dan heb je zoiets van, ja, wat is de gedachte en waarom? Ja. Heel duidelijk uitgelegd. Fijn. Dus ik spreek je hem zaterdag 26 oktober van 7 tot 9 op het Gedenkpark, de begraafplaats in Bonn. Ja, en iedereen is welkom. Iedereen welkom. Ja. Nou, luid en duidelijk verkondigd. Oké. Dank je wel. Ook bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En goed gewoon. Bonn in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Bonn. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie, kijk dan op bonninbeeld.nl.